Graag wil ik me namens de VGS tot u en tot jullie richten, omdat we in een bijzondere tijd leven: een tijd waarin het coronavirus speelt en ook sprake van uitgaat. Een ernstige tijd, een tijd ook met veel roepstemmen. Er is nog een ander argument en dat is omdat het besluit recent is genomen dat de scholen op 11 mei weer open hopen te gaan. En als derde zou ik willen zeggen. We willen zeker ook op deze wijze ons meeleven en betrokkenheid bij onze scholen betonen. Een paar weken geleden moest het thuisonderwijs en afstandsonderwijs onverwachts worden georganiseerd. Een heel experiment. En ik heb begrepen dat het over het algemeen goed is verlopen en daarom mijn waardering voor docenten, ouders, kinderen, studenten voor de prestatie die geleverd is. In deze periode was er grote oude betrokkenheid. ...heel belangrijk en ook voor de komende periode hoop ik dat jullie dat vast willen houden. Op 11 mei hopen de scholen weer open te gaan en gedeeltelijk te starten. Dat zal in kleine groepen zijn. We willen vanuit de VGS ook benoemen de waardering die er is voor de zorgvuldigheid... ...en de openheid waarmee de overheid tot dit wel overwogen... ...en mijn zinziens ook verstandige besluit is gekomen. Het is ook een grote verantwoordelijkheid die ons kabinet heeft... En in het bijzonder ook voor de ministers van onderwijs wil ik vragen of er ook gebed mag zijn en blijven. Vanuit de VGS vinden we het heel belangrijk om te benadrukken dat er ruimte moet zijn voor lokaal maatwerk bij de herstart van onze scholen. Ik weet dat onze scholen het beste weten hoe ze dit kunnen doen. En onze scholen zijn allemaal verschillend. En de een is wat groter, de andere is kleiner. De ene school is een dorpsschool, de andere school is een regionale school. Leg de verantwoordelijkheid bij de schoolleiding en wij hebben er alle vertrouwen in dat dat op een goede wijze zal gaan. Wel wil ik nog benadrukken: betrek het team erbij, betrek de ouders erbij en ook de medezeggenschapsraad. Doe het samen. We willen u allemaal wijsheid toewensen, sterkte bij de organisatie hiervan. Het geeft extra werk. Het zal ook een heel gepuzzel zijn. Maar daar staat tegenover. Het zal ook weer heel fijn zijn om elkaar weer te ontmoeten. En wat is onze rol als VGS in deze periode? Wij zullen de scholen blijven ondersteunen, de financiële administratie en in de personele- en salarisadministratie. Dus het ontzorgen blijft op dat punt doorgaan. Daarnaast zullen we de scholen blijven informeren en adviseren. Ook willen we heel graag nu een digitaal platform gaan beginnen. Een platform waar kennis gedeeld kan worden, uitgewisseld kan worden, waar de good practices gedeeld kunnen worden, ook om op die manier te zorgen dat de scholen met elkaar in verbinding kunnen blijven. Het is een bijzondere tijd waarin we leven. In ons volkslied staat zo mooi geschreven, Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij, nimmer meer. Dat wens ik ons allen van harte toe.